Goed, er zijn erge dingen in het leven, maar dit is wel even een baalmomentje. Het is maandag en ik ben vrij. Ik ben alleen niet helemaal fit. Ik had een tijdje geleden keelontsteking. En nu heb ik weer diezelfde symptomen, zeg maar dat ik een beetje benauwd heb en lastig met praten en zo. Dus dat is een beetje baal en ik hoop dat het overgaat. Veel strepsels en gemberthee en al die dingen. En ik moet nu even foto's maken met van dit kettingtje van Unique bij Taart, heb ik beloofd. En dat wil ik ook met liefde doen, want ik ben er heel blij mee. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Het is dinsdag en ik ben thuis. Ik was vanochtend naar werk gegaan. Althans, ik had de trein gepakt en toen was ik op het station. En toen dacht ik, oh my god, ik voel me echt niet lekker. Mijn keel echt heel erg zeer. En ik heb de laatste tijd heel erg last van mijn astma. Zeg maar snel benauwd, ik moet heel veel niezen en mijn neus zit iedere keer dicht. Dus dat is geen goede combi als je ook nog eens last van je keel hebt. Dus dat werkt gewoon niet. Dus ik blijf vandaag thuis. En ik hoop dat ik me morgen beter weer voel eigenlijk. Ik zou morgen met Wee naar het strand gaan, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Als ik vannacht nog heel goed slaap en ik voel me beter, zou dat wel chill zijn. Ik kan wat vitamine D gebruiken en ik denk dat je, als je niet fit bent, dat je dan juist even naar buiten moet gaan. Door het strand natuurlijk wel weer gelijk het uiterste, maar ja. In ieder geval ga ik nu rustig aan doen. Het is donderdag en er is eigenlijk niet echt iets veranderd aan de situatie, behalve dat ik geen keelpijn echt meer heb. Maar ik heb wel echt super benauwd continu en ik heb nu ook last van mijn darmen. Dat is echt niet relaxed. Alles wat ik eet gaat niet goed, zeg maar. En verder bespaar ik de details. En hoe blij ik normaal word van dit weer, zo lekker warm, dat is nu dus echt niet relaxed. Ik krijg er juist eigenlijk meer last van. En ik heb heel erg last van benauwdheid en zo. Dus ik ben uiteraard niet naar het strand geweest. Vanavond is Vogue Fashion Night Out. Eigenlijk traditie, elk jaar gaan we erheen. Maar dat gaat nu waarschijnlijk dus ook niet gebeuren. Vet jammer. Goed, er zijn erge dingen in het leven, maar dit is wel even een baalmomentje. Gelukkig is Chloe er altijd nog. En Curly? Het is zaterdag en ik heb net gewerkt. En ik voel me weer beter. Ik heb mijn jurkje van Sandro aan. En ik krijg zoveel complimenten erover. En mijn vader vindt hem niet mooi. Pap, jij vindt mijn jurk niet leuk, hè? Nee, ik vind er niet zoveel aan. Hoe komt dat? Omdat het hangt zo op je buik, die naad. Dit? Ik denk dat het uit twee delen bestaat. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Nou, hij is dus de enige. Maar ik ben er blij mee. En ik heb mijn Chloe boots aan. En nu is mama druk bezig in de keuken met het maken van homemade tomato soup. Altijd lekker. De soep was lekker en omdat ik zo'n trek had, was ik uiteraard weer vergeten te filmen. En ik heb natuurlijk deze week niet zoveel gefilmd omdat ik niet helemaal fit was. En daarom wilde ik jullie nu even mededelen dat ik helemaal fan ben van de velvet trend van dit najaar. Echt, je ziet het overal voorbij komen bij alle nieuw in dingen op websites. Zie je velvet, vloers of fluweel, hoe je het noemen wil. Alle drie kan. En ik vind het echt heel leuk als je het goed combineert en je maakt het niet te. Dan kan het heel erg leuk zijn. Je moet oppassen dat het niet ordinair wordt. Maar daarom moet je kiezen voor de juiste accessoires en dingen. Dan is het natuurlijk altijd goed. Ik heb al wat dingen besteld. Sorry mam. It's just happening right now. En ik ben benieuwd hoe het staat. Ik ga het met jullie delen als het binnenkomt. En ze hebben vooral leuke dingen bij Topshop. Hebben ze nu een hele mooie groene fluwelen broek. Die zou ik zeker in de gaten houden. En bij Mango hebben ze ook een leuk jurkje. H&M heeft veel op dit moment. En ASOS. ASOS is echt mijn favorite. Die heeft echt een heel uitgebreid assortiment. En wat ik ook een hele leuke trend vind dit najaar zijn de over-the-knee boots. Ik ben best wel klein en ik heb wel foto's gezien van andere kleine mensen die ze ook aan hadden. En ook daarbij is het maar net hoe je het combineert. Weet je, ik vind het heel leuk doordat ik wat kleiner ben. Als ik dan aan heb met een oversized sweater bijvoorbeeld en dan met die boots. Dan kan het best wel heel goed staan. Dus dat ga ik ook nog maar eens uittesten en dan laat ik jullie weten hoe ik dat vind. Onverwachts bezoek. Ja! Yeah. Oh, dit is mijn ontbijt. Magere kwark met
banaan, dadels en chiazaad. Het is zondag en Niels en ik zijn in Den Bosch om te gaan hier eten bij Noble. En dat is echt een van onze favoriete plekjes om te eten. Het is echt heel lekker. En ze hebben hier eigenlijk een soort van tapas, maar dan niet Spaans. Maar gewoon, je bestelt allemaal kleine hapjes van eigenlijk Franse keuken met een beetje een Aziatisch tintje. Hebben ze soms iets erbij zitten. Maar het is vooral heel erg lekker. En ik heb mijn jurk aan van de Zara. Dat is een hele oude. Hij heeft hier zo'n leuk halsje. En mijn zwarte Louis. We kunnen nog lekker buiten zitten. We hebben eerst kroephoek van saté en augurk. En gamba's met gember crème. Nice! Dit zijn onze voorgerechtjes. Dat is krab met... Oh mijn god, ik ben het alweer vergeten. Niels? Sesamkroephoek. Sesamkroephoek. En wat is dat witte erbij? Oké, dat zijn we vergeten. En we tonijn met... Wasabi. Wasabi. En deze zijn een vegetarisch gerecht gemaakt van gemarineerde watermeloen, zongedroogde tomaat, geitenkaas en een krumbel van zwarte olijf. Dan op het langwerpige witte bord frittata van de rade. Met een schuim van basilicum en wat gepofte wilde rijst. Dankjewel. Dit is een tongschaarfilet in een tonkai Thaise soep. Dit hier zijn twee kabeljauwfiletjes met rendang en gember. Dit is voor mij het hoofdgerecht. Een biefstukje met rode wijnsaus. En Niels heeft kalfsvleesrik. En oh my god, ik proef bijna, maar oké. En last but not least hebben we een KitKat dessert met hier iets van banaan. Er zit Tia Maria doorheen. En karamel zit er uiteraard doorheen. En bananenijs. We zijn weer thuis en het eten was echt super lekker. Ik zit wel echt bomvol, maar goed, het was wel echt... Heerlijk. En wat geluk dat we nog buiten konden zitten. Dat had ik echt niet verwacht. Thanks weer voor het kijken. En vergeet alsjeblieft niet het duimpje omhoog te doen als je het een leuke vlog vond. En abonneer is echt super makkelijk, hè jongens. Onder elke video staat een rood knopje met witte letters. Abonneren. En dat kan gewoon als je een Gmail of een Hotmail e-mailadres hebt. En verder hoef je geen lid te zijn van YouTube. Gewoon alleen Hotmail of Gmail e-mailadres is het enige. Dus echt kleine moeite vind ik echt heel erg leuk als je het wilt doen. Dus... Hopelijk tot de volgende keer. Doei!